Goedemorgen allemaal. Toen ik vanochtend deze kant op reed, toen... Nou regent het natuurlijk een beetje, maar... Als ik dan deze kant op rijd met de auto, dan zie ik van alles gebeuren om me heen. Zie ik mensen die gewoon een dagje uitgaan. Mensen die er op uittrekken. Zie mensen die naar hun... Dus dat zie ik ook, maar ik weet het ook. Mensen gaan familieleden opzoeken op zondag. Ik zie mensen die gaan sporten. Gaan hardlopen. Er gebeurt eigenlijk van alles wat op zo'n zondagochtend. En je hebt natuurlijk ook mensen die uitslapen op zondagochtend. Die heb je ook. En je hebt ook mensen die naar de kerk gaan. Nou, in ieder geval, er zijn mensen die familieleden gaan opzoeken. Er zijn mensen die gaan sporten. Er zijn mensen die gewoon lekker wandelen. Gewoon genieten van hun vrijheid, om het zo maar te zeggen. En er zijn mensen die naar de kerk gaan. En dat zijn wij. En ik zou het ook wel eens leuk vinden om op zondagmorgen te blijven liggen bijvoorbeeld. Jullie niet natuurlijk, jullie staan vrolijk op denk ik, iedere zondagochtend. Zonder moeite als de wekker gaat, dan denk je, yes, of sterker nog, je gaat al wakker worden voordat de wekker afgaat. Nou, en... Maar goed, ja, dat soort discussies of gesprekken heb je ook wel eens met mensen op je werk of om je heen, die dan niet op zondag naar de kerk gaan. En wij hebben een tekstje op de... kleinste kamer van ons huis staan, een tekstje. En die zegt, je denkt toch niet dat ik zondagochtend zo vroeg uit mijn bed kom voor iets wat niet bestaat. Ja. En we zijn hier omdat we allemaal weten dat hij bestaat. Voilà. En voor de mensen die hun familieleden gaan opzoeken op zondag, ja, dat is goed om te doen, denk ik. Wij doen het ook op zondagochtend. Wij zoeken ook onze familie, jullie. Jullie zijn mijn familie. We zijn familie van elkaar. We hebben natuurlijk een hele leuke vakantieweek gehad. Maar we zijn ook weer fijn. Of we vinden het ook weer fijn met de familie weer samen te zijn. We keken er weer naar uit om deze ochtend weer met jullie te zijn. Want jullie zijn onze familie. Ja. Ik wil eerst met jullie samen lezen. Voor degenen die hun Bijbels bij hun hebben. Lucas 22... Vers 39 tot en met 46. Ik kreeg vanochtend van Robert een appje binnen. En dat was Matteüs 11, vers 28. En ik heb dat appje niet, want het is een dagelijkse dingetje wat je aan moet zetten. Ik heb die app wel, maar niet die dagelijkse tekst, die krijg ik niet. Maar die tekst, daar sluiten we deze spreekbeurt mee af. Dus dat was geen... Kan geen toeval zijn. Het is Gods leiding. Er moet Gods leiding geweest zijn. Ja. Oké. Lucas 22, vers 39 tot en met 46, vertelt ons het volgende. En hij, dus Jezus, hij verliet de stad en ging, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich af van hen, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden. Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen. En hij vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, waarom slaapt gij? Sta op, bid, dat gij niet in verzoeking komt. Er staat trouwens niet, blijf zitten en bid. Er staat, sta op en bid. Dat gij niet in verzoeking komt. Moet je dan altijd staan? Als je bidt? Ik weet niet hoe het bij jullie gaat... Maar de bidden gaat niet bij mij altijd vanzelf. Het kost me ook vaak moeite om te bidden. Ik moet me er echt toe zetten. En dan heb ik het niet over gewoon bidden, dus rationeel bidden. Maar ik heb het over echt stil worden. En om goed te bidden en de juiste woorden te vinden. En ook om te blijven bidden. Je ziet even heel snel, even gauw een schietgebedje, maar echt even een goed gebed te hebben. Wat speelt er in je leven? Wat speelt er in je omgeving? Met wie wil je, of over wie wil je bidden? Of voor wie wil je bidden? Echt stil te zijn. Juist ook als je druk hebt.
Of je hoofd staat er niet naar. Laatst zag ik op een forum voorbij komen. Dat, ik heb hem ook niet zelf verzonnen, hè, maar in het Engels luisteren, dus listen. Hè? L-I-S-T-E-N, listen. En silent, stil zijn, zijn dezelfde letters. Opmerkelijk toch? Dat is mooi. Luisteren is misschien niet zo moeilijk. Maar stil zijn. Hier stil zijn. Stil worden in je hoofd. Dat is misschien des te moeilijker. En dan luisteren en stil zijn. Mogelijk hadden jullie iets anders voorgesteld van iemand die al een tijdje oud is in deze kerk. Die dus werkt voor de kerk. Maar ook ik geef geen garantie voor een goed en een gezond gebedsleven. Ook ik heb er moeite mee. Het blijft lastig. Inmiddels had ik wel gehoopt al wat vorderingen gemaakt te hebben. Maar toch, het gaat niet vanzelf. Maar zonder gebed kan ik ook niet. En wil ik ook niet. Maar de communicatie met God, het gebed, de manier waarop je je relatie met God onderhoudt, het gaat niet vanzelf. En soms gaat het goed. Soms gaat het dagen zelfs goed. En dan zakt het in één keer weer in. Dagenlang. Soms is het heel mooi. En goed om te bidden. En soms lijkt het gebed gewoon echt niet verder te komen dan het plafond. Soms lijkt het alsof je gebeden direct worden verhoord. En sommige momenten zie je er helemaal niets van. En dan verzwak je. Soms bid je heel geconcentreerd. Heb je dus een moment van stilte. En op andere momenten krijg je het maar niet stil in je hoofd. Of misschien moet ik zeggen, op andere momenten krijg ik het niet stil in mijn hoofd. Dan blijft het maar doorratelen. En dan wil ik stil zijn. En het gaat gewoon niet. Omdat er van alle en waar is dan een gebed gebleven? Misschien bid je dan wel. Maar eigenlijk heb je al die andere gedachten ook nog door je hoofd spoken. Ik weet dat jullie ook veel ervaring hebben. Dat jullie mooie dingen hebben meegemaakt vanuit het gebed. En die heb ik ook. Die hebben wij als gezin ook meegemaakt. Hele mooie verhoringen hebben we meegemaakt. Zegeningen. Maar we gaan het vandaag hebben over de momenten dat het juist moeilijk gaat. En ik weet niet of jullie dat dus herkennen. Maar ja, ik ken het wel. Herkennen jullie dit wat ik net heb uitgelegd of niet? Ja? Okay, dan sta ik in ieder geval niet tegen mezelf te praten. Oké, ik wil eerst even in het gebed. Trouwe Vader in hemel, u bent een God, Heer, die geëerd en geloofd mag worden, Heer. U bent het ook waard, Heer. Heer, maar we loven en eren u ook door het gebed, Heer. Door communicatie met u te hebben, Heer. Om u op te zoeken. Om stil te zijn. En te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, Heer. Heer, maar er zijn vaak momenten, Heer, waarin dat niet kan of niet lukt. Of misschien niet willen. Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u deze ochtend zegenen, Heer. Dat u de woorden die u mij heeft gegeven, die om door te geven, Heer. Heer, dat u ze zal zegenen, Heer. Wilt u mij ook helpen, Heer, met het woord. En ik bid, Heer, en ik vraag u trouwe Vader, dat we gesterkt en aangemoedigd hier vanmiddag weer vandaan mogen gaan, Heer. In Jezus' naam. Amen. Bij de schrijver van Psalm 42 en 43, ik weet niet of jullie dat stuk kennen, maar dat gaan we zo ook even lezen. Daar is namelijk ook van alles aan de hand bij die schrijver. Het is geschreven door hoogstwaarschijnlijk, er zijn nog geen. Het is hoogstwaarschijnlijk een van de zonen van Korach, die Psalm 42 en 43 heeft geschreven. En Korach was een leviet, dat even terzijde. Maar bij deze schrijver is er ook van alles. Er gebeurt van alles in zijn leven. Van alles waardoor hij moet bidden onder moeilijke omstandigheden. En hij blijft doorbidden, ook al is het moeilijk. In psalmen vinden we allerlei soorten schrijvers trouwens. Vinden we allerlei soorten gebeden. En er zitten veel mensen bij die het moeilijk hebben. Maar op Psalm 42 ontmoeten we iemand die heel speciaal is. En er is iemand die zich duidelijk niet thuis voelt op de plek waar hij bevindt.
Of hij heeft het ook moeilijk met zichzelf. Maar we lezen ook dat hij moeite heeft met zijn omstandigheden. Hij heeft het ook moeilijk met zijn omgeving. We komen het allemaal terug. We zien het allemaal terug in die twee psalmen. Om van zo iemand een gebed te hebben, dat bemoedigt je wel. Want zelfs hij heeft de Bijbel gehaald. Dat hij het ook zo moeilijk heeft gehad en toch doorgezet heeft, is een voorbeeld voor ons. En dat betekent dat wanneer wij het meemaken, we ons niet bij voorbaat hoeven af te schrijven. Want zelfs iemand die in de Bijbel staat, heeft het meegemaakt. Prachtig voorbeeld. We komen, wanneer we aan het bidden zijn, of ja, sowieso in het leven, hebben allemaal moeilijkheden. En in Psalm 42 laat de schrijver er een aantal zien. Tenminste, ik heb er 4 ontdekt in Psalmen waar hij moeite mee heeft. En we gaan kijken of je ze allemaal herkent, of dat je er misschien 1 van herkent. Maar ik heb er in ieder geval 4 van ontdekt. En ik wil ze graag alle 4 met jullie doornemen. Dus als we Psalm 42 erbij kunnen pakken, dan lezen we dus Psalm 42 en 43 achter elkaar door. Voor degenen die hun Bijbels bij hun hebben. Psalm 42. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten. Hoe ik optrok in de dichte drom voor hen uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang, feestvierende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het kleingebergte. Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen. Al uw baren en golven slaan over mij heen. Desdaags zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns leven. Ik wil tot God mijn rots zeggen, vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking met een doodsteek in mijn beenderen? Honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God mijn toevlucht. Waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen. Zodat ik kan gaan tot Gods altaar. Tot de God mijn jubelende vreugde en uw loven met citer. O God, mijn God, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Vers 2 van Psalm 42, als je dat vertaalt naar moderne taal, dan staat er: zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u. Oké. Nou, we hebben net gezien dat de dichter heeft het moeilijk. En ik heb 4 redenen gevonden waarom hij het moeilijk heeft. De eerste is, de dichter heeft het moeilijk met zijn omstandigheden. Kijk maar naar vers 6 en 12, daar staat: wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dus hij heeft het moeilijk. En hij is bedroefd. Blijkbaar is er iets, een bepaald verdriet, waar hij last van heeft in de relatie met God. In vers 10 heeft hij het zelfs over zwart gehuld lopen. Kijk er maar. Ik wil tot God, mijn rots, zeggen, waarom vergeet gij mij?
Waarom ga ik in het zwart? Dat wijst op rouw. Waarschijnlijk heeft iemand verloren. In ieder geval, de schrijver heeft het heel zwaar te verduren. Wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Maar alles wijst er in ieder geval op dat hij door zware moeilijkheden gaat. Zware en pijnlijke verliezen. We kunnen ook moeite hebben met onze omstandigheden. Er kan van alles zijn waar we moeite mee hebben, waar we verdriet over hebben. En dat kan ons zo in beslag nemen dat het tussen God en ons in kan gaan staan. Er zijn onder ons ook die daar wat van af weten, inclusief ik mezelf. Dat omstandigheden waar je in zit, het bidden moeilijk maakt. En hier laat de schrijver zien dat hij moeite heeft met zijn omstandigheden. Het tweede punt wat ik heb gevonden is het volgende. De schrijver heeft het ook moeilijk met zichzelf. Als hij bidt, dan zit hij zichzelf in de weg. Hij krijgt het niet rustig. Hij krijgt het niet stil in zijn hart en hij krijgt het niet stil in zijn hoofd. Zoals we net hebben gezien in vers 6 en 12 staat dat ook. Maar ook in vers 5 van Psalm 43 wordt het genoemd. Want daar staat namelijk: wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Misschien komt het door het verdriet wat hij heeft. Misschien is er iets anders waar hij maar niet rustig kan worden. We weten het niet. Maar als je Psalm 43 erbij optelt, dan zegt hij dat dus 3 keer tegen zichzelf. Nog een keer. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hij zegt iets tegen zichzelf. En wat zijt gij onrustig in mij? Dat zeg je niet tegen een ander, toch? Dat zeg je tegen jezelf. Wat hier staat. Zij praat niet tegen God hier, in deze vers. Hij praat tegen zichzelf. Hij zegt 3 keer in deze 2 psalmen tegen zichzelf: wat ben je onrustig? Wij kunnen ook moeite hebben met onszelf. Die onrust. Waarschijnlijk kennen we die wel. Door moeilijkheden, zorgen, angsten, maar ook gewoon door drukte, tijdsdruk. In een leven dat voortdurend achterloopt op ons tijdschema. Het is moeilijk om rust in je hoofd te vinden, om rust in je hoofd te hebben. Altijd moeten we nog zoveel doen, en vooral van onszelf moeten we heel veel doen. Waardoor er altijd dingen in ons hoofd afspelen. Als je dan gaat zitten om te bidden, dan bespringen al die dingen je. Al die gedachten die bespringen je. De dingen die je niet moet vergeten. De dingen die je nog wilt doen. De dingen die je nog moet doen. En de dingen die je nog van plan bent. Onrust. Het is bijna niet stil te krijgen. En daar zegt dus Jezus de schrijver het ook over. Wat zijt gij onrustig in mij? En dan heeft hij het over zijn ziel. Het derde punt wat ik heb gevonden is het volgende. De schrijver heeft het ook moeilijk met God. Dus hij heeft moeite met zijn omstandigheden. Hij vindt moeite met zichzelf. Hij ondervindt moeite met God. Want volgens vers 10 heeft hij van Psalm 42, zegt hij hier: ik wil tot God mijn rots zeggen, waarom vergeet gij mij? De schrijver heeft het moeilijk met God. Volgens vers 10 heeft hij last van de waarom-vraag. Omdat die vraag elke keer weer naar boven kwam, als hij ook maar aan God dacht, vraagt hij: waarom vergeet u mij, God? En hij zegt ook nog: waarom ga ik gehuld in het zwart? Door de vijand geplaagd. In Psalm 43, vers 2, is het ook nog als volgt. Dan zegt hij: want gij zijt de God mijner toevlucht, waarom verstoot gij mij? Hij ervaart echt moeite met God hier. Dat is: waarom vergeet u mij? En waarom verstoot u mij? Dus hij zegt eigenlijk ook in vers 2: waarom wijst u mij af? Hij begrijpt het niet waarom die dingen lopen zoals ze lopen. Hij begrijpt Gods rol op dat moment in zijn leven niet. Hij begrijpt niets van God. En wij kunnen ook moeite hebben met God. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Op ons persoonlijk vlak,
dierbaren die we verliezen. Maar kijk om ons heen. Kijk bijvoorbeeld naar Syrië, wat er gebeurt. Op wereldniveau, zeg maar. Hoe kan God dat dan toelaten? Of kijk naar de kansarme kinderen in Afrika. Of dat heel dichtbij is. Je bent een dierbare verloren. Of je hebt moeite met andere dingen. Bijvoorbeeld je huwelijk. Heel pijnlijk en moeizaam. Maar ook gewoon de dingen om ons heen. Kun je wel eens bij de vraag zetten van God, waar bent u? Als we niet oppassen, dan gaan we zelfs God nog wantrouwen. Dat we God niet vertrouwen. En als we God niet meer vertrouwen, dan hebben we echt een probleem in onze relatie met God. Oftewel, dan hebben we een probleem met bidden. En dat heeft hij, de schrijver heeft hier ook, hij heeft gewoon moeite met God. Tot twee keer toe zegt hij, God, waarom vergeet u mij? En waarom verstoot gij mij? Waarom wijst u mij af? Het zijn toch wel hele rake vragen. Laat ik het zo zeggen, als ik met Esther een issue zou hebben, en ik zou tegen Esther zeggen, goh Esther, waarom wijst je mij af? Dan heb ik een pittige discussie thuis. Laat staan dat ik hem aan God stel. Die boven alles staat. Maar deze schrijver doet dat. Die durft dat. Puntje 4 die ik tegenkwam. De schrijver heeft het ook moeilijk met zijn omgeving. Want ook de omgeving van deze schrijver werkt nou niet echt mee. Integendeel, die maakt het hem alleen maar moeilijker. Hij had er zelf al last van zijn vragen richting God. Zijn omgeving maakt het nog erger. Kijk maar naar vers 4 en 11. Daar staat het volgende. Vers 4 staat. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? En vers 11 zegt, met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Dus je hebt het al moeilijk. En dan zegt zijn omgeving, familie, vrienden, ik weet niet, staat er niet bij, maar er zijn mensen om me heen die zeggen, hey, waar is jouw God? We kennen dit trouwens wel uit Job ook, hè? Nou, ook niet echt bemoedigend, toch? Stel dat een van jullie zijn mijn familie, een van jullie naar mij toe komt en zegt, ja, ik heb het zo moeilijk. En ik ga zeggen, ja, maar waar is jouw God dan? Helpt dat? Is dat bemoedigend? Ja, we komen het wel tegen in ons leven. Ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen dat wanneer we een dierbare kwijtraken, dat anderen tegen ons zullen zeggen van, hé, waar is jouw God nou? Misschien niet zeggen, maar misschien wel denken. En denk dan niet dat het niet zo is, want het gebeurt echt. En misschien denk je het zelf ook wel. Misschien. De schrijver heeft het moeilijk met zijn omgeving. Want de omgeving werkt niet mee. Waar is uw God? Voortdurend maakt het hem lastig met die ene vraag, waar is je God? Waar is de God waar je zo op wacht? Wat heb je aan je God nu je in zulke moeilijkheden zit? Vragen waar de schrijver geen antwoord op geeft. Ja, wat ik al zei, wij kunnen ook moeite hebben met onze omgeving. De vraag in vers 4 en 11, die waarschijnlijk zelden hardop aan ons gesteld wordt, maar toch voortdurend klinkt. Waar is je God? Zoveel mensen leven alsof God er niet is. En dat stelt ons voortdurend de vraag, wat merk ik dan van God? Wat heb ik dan aan God? En je komt een stukje wat ik net zei, als ik hier naar de kerk rijd, zie ik zoveel mensen andere dingen doen. Je ziet ze sporten, de hond uitlaten, wandelen, genieten van hun vrijheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en al rijdend ben ik er echt heel bewust van dat ik een uitzondering ben. En dat geldt voor jullie ook. Wij zijn ook een uitzondering. Wij gaan niet op zondagochtend, laat ik het zo zeggen, wij doen. Het enige wat we doen is naar de kerk gaan. In plaats van familiebezoeken of andere doen. Misschien vanmiddag, maar prioriteit is de kerk, is God zoeken. Je familie zoeken en samen God zoeken. God eren en loven. En dan zijn wij inderdaad een uitzondering. En dan kan wel eens aan je gaan zitten knagen. Dan kan wel eens aan mij gaan zitten knagen. Is er dan wel een God? Of wilde ik het me allemaal maar in? En als hij er dan is, luistert hij dan wel? Houdt hij zich wel bezig met kleine mensen zoals ik?
En de kleine dingen van mijn leven, die vraag, waar is je God, kan dan zo ondermijnend gaan werken in onze relatie met God. Dat bidden, echt vertrouwen bidden, moeilijker wordt. Maar deze schrijver laat zien dat hij niet anders is dan ons. Wij zijn in zijn handen. Want hij heeft alles in zijn handen. Dus ook ons. En toch, de schrijver van deze psalmen, die gaf het bidden niet op. Hij stopte er niet mee. En wij stoppen er waarschijnlijk ook niet mee. Ik heb trouwens gelezen in een wetenschappelijk blad, dat heet Weet. Ik weet niet of iemand dat blad kent, maar dat is een maandblad die op bijbelse gronden onderbouwing geeft voor de huidige wetenschap. En daar stond een tijdje geleden het volgende in. Er zijn meer mensen die bidden dan dat er mensen zijn die in het bestaan van een persoonlijke God geloven. Want blijkbaar zit er in bijna alle mensen een haast onuitroeibare neiging. Het is denk ik bij veel mensen meer onbewust aanwezig dan bewust. Bij deze schrijver is het heel bewust aanwezig. Bijna voelbaar als je het leest. Dat is namelijk zijn verlangen naar God. Een diep verlangen. Hij omschrijft dat als een hert dat verlangt of snakt naar water. Hij is als iemand die erge dorst heeft. Verlangt zozeer naar God. Het doet zelfs pijn. We hebben misschien niet zo snel dorst, maar we kunnen het ons wel voorstellen, als we een tijdje niet gedronken hebben, hoe we snakken naar water. En deze schrijver snakt naar God. In de vergelijking met hoe je kan snakken naar water. Dat verlangen naar God was bij hem zo ontwikkeld, zo sterk, omdat hij namelijk wist hoe goed het was om God te dienen. En in vers 5 staat dat. Dat vinden we ook terug. In vers 5 staat namelijk: hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom voor hen uit, schreed naar Gods huis bij jubelklank en lofgezang, de feestvierende menigte. Hij wist hoeveel vreugde en geluk het gaf om samen met anderen God te dienen. In zijn geval naar de tempel gaan om God te ontmoeten. En in vers 9 zien we nog een herinnering opkomen. Daar staat: desdaags zal de Heere zijn goede tierheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns levens. Hij roept hier een herinnering op hoe God toch ook zijn liefde aan hem heeft betoond, juist in moeilijke tijden. En hij weet hoe soms 's nachts, als hij het moeilijk heeft, hem zomaar een lied te binnen schiet. Dat staat in vers 6. En 's nachts zal mijn lied bij mij zijn. Hij weet dat die onrust van hem alleen in God tot rust kan komen. Om al deze dingen verlangt hij juist naar God. Dat we niet zonder bidden kunnen, dat weten we rationeel gezien allemaal wel. Dat je niet zonder God kunt, weten we ook rationeel allemaal wel. En je ervaart het zelfs ook, ook al is je gebedsleven, hang je dan touwtjes aan elkaar vast. Is het een schamel en een schaars gebedsleven, toch weet je dat hij er is. En toch weet je dat hij er voor jou is. Je kan niet zonder God. Dat gaat gewoon niet. Dat komt vanwege dat verlangen in je. Een verlangen naar God. Dat verlangen dat kan je trouwens uitdoven. Zo uitdoven dat je er niets meer van voelt. Je kunt het verlangen ook aanwakkeren. En vervulling zoeken bij God. En die twee dingen, die vechten in ons. Dat verlangen naar God, bewust of onbewust, aan de ene kant, waardoor we niet ophouden met bidden. En aan de andere kant, al die dingen die tegen ons zeggen: wat heeft het voor zin? Waarom bid je nu? Waarom verwacht je het van God? Dat geeft strijd. Dat verlangen naar God en al die dingen die bidden moeilijk maken. Het is een dagelijkse strijd. Maar de vraag is: hoe wordt de strijd beslist? Het leven ook bij deze schrijver, hoe die strijd wordt beslist. De strijd wordt beslist doordat de schrijver tegen zichzelf zegt wie God is. Hij heeft geluisterd naar zichzelf, dat klopt. Hij hoorde de onrust in zijn hart, maar ook het verlangen. Hij hoorde als het ware de weemoed. Al die dingen die hij in zichzelf beluisterde,
heeft hij God voor de voeten geworpen. Hij heeft het duidelijk gezegd tegen God in vers 10. Hè? Waarom God, waarom vergeet u mij? Doe ik er niet toe? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij leert ons dat we alles mogen zeggen tegen God. Hoe we ons ook voelen. Hoe we ook denken over God. Maar ook over hoe God op ons overkomt. Maar het is belangrijk om daar niet in te blijven hangen. Want deze schrijver, deze dichter, luistert niet alleen naar zichzelf. Op een gegeven moment stopt hij daarmee en gaat hij tot zichzelf spreken. Eerst zie je dat hij luistert naar zijn ziel en daarna zegt hij iets tegen zichzelf. Hij stelt zichzelf eerst de vraag. Mijn ziel, wat ben je toch ten leer geslagen, onrustig, of misschien is het wel de beste vertaling om daar wanhopig neer te zetten. Mijn ziel, wat ben je toch wanhopig? En dan geeft hij zichzelf antwoord. Vestig je hoop op God. Lees maar mee naar vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? En dan hoop op God, want ik zal hem nog loven. Vestig je hoop op God, eens zal je God weer loven. De God die telkens redt, de God die telkens naar je omziet, dat is geloof. Hij zag het nog niet voor ogen, maar daar hield hij zich wel aan vast. Zo had God zich laten kennen in het verleden en dat gaf hem, de schrijver, de moed om dat ook weer te geloven voor de toekomst. Er is alleen nog niets veranderd in zijn situatie. Het is nog even beroerd. Maar de schrijver, en dat is het belangrijkste, de schrijver verandert zijn eigen houding. Hij luistert niet meer wat er binnenin hem leeft, maar hij gaat tot zichzelf spreken. Hij pakt zichzelf aan en zegt tegen zichzelf, vestig je hoop op God, de God die er is, de God die redt en de God die naar je omziet. Daar gaat hij zich aan vasthouden. En daar mogen wij ons ook aan vasthouden. Aan wie God is, want God is niet veranderd. Dat is een grote les voor ons. Als bidden lastig wordt, of als bidden lastig is, dan moeten we ook onszelf vasthouden aan wie God is. Vestig je hoop op God. De God die je redt en ziet. En dat tegen jezelf te gaan zeggen. Natuurlijk mag je naar jezelf luisteren. Ja, je luistert te veel naar jezelf. Ja, dat is wat hiermee bedoeld wordt. Hier bedoeld wordt dat je in stilte naar jezelf luistert. En niet tegen jezelf zegt. Natuurlijk mag je naar jezelf luisteren, dat is goed ook. Natuurlijk mag je dat ook naar God uiten. Blijkbaar, volgens deze schrijver, mag je dat ook tegen God zeggen. Als je je zo voelt. Maar de schrijver laat ook zien dat je er niet in moet blijven hangen. Op een gegeven moment moet je tegen jezelf gaan spreken. In gedachten brengen wie God is, wat hij heeft gedaan en wat hij eens weer een keer zal doen. Wat ik hier wil zeggen, broers en zusters, is dat we vanuit de medelijden, de zelfmedelijden, naar actie gaan. Dat is wat deze schrijver ons laat zien, laat leren. Ik voel me naar, ik voel me depressief, ik voel me moe, ik voel me lusteloos. Allemaal interessant, het zal allemaal zo zijn. Maar daar heeft God je niet voor gemaakt. Deze schrijver laat zien, sta op en loof mij. Want ik heb het daarvoor, voordat je depressief was, en voordat je moe was, en voordat je down was, en voordat je in zwart liep, heb ik je ook laten zien wie ik voor je was. En dat is wat de schrijver je laat zien. Ik wil je weer loven en prijzen. En dan gebeurt er wat met die man. En dat gebeurt ook met ons. Want hij is niet veranderd. Want hij zal het ook doen. In gedachten brengen wie God is, wat hij heeft gedaan en wat hij eens zal doen. En helpt dat direct? Lukt dat altijd? Nee, bij deze schrijver lukt dat ook niet direct. Hij moet ze zelfs twee keer tegen zichzelf zeggen. En als je Psalm 43 meerekent, zelfs drie keer. Drie keer voordat het bij hem binnenkwam. Wij mogen ons ook vasthouden aan God. En dan meer nog dan deze schrijver, weten we dat God ons ziet, kent en redt. Want aan ons is namelijk Jezus Christus geopenbaard. En Jezus heeft deze psalm ook zelf helemaal doorgemaakt. Want wat we net gelezen hebben in het begin van de spreekbeurt, wat was zijn hart onrustig in Gethsemane? Toen hij voor het enorme lijden stond. Wat was hij bang en teneergeslagen? Op hem is Psalm 42 helemaal van toepassing.
Als we het vertalen, wat er staat, er het volgende. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik ze zeggen, waar is dan je God? De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. En daar in Gethsemane heeft Jezus dit meegemaakt. Daar leed hij, daar bad hij, daar huilde hij. De bloed is aan toe, daar huilde hij. Daar was het onrustig in hem. Daar zag hij op tegen dat enorme lijden. Daar stond hij doodsangsten uit. En toch bleef hij bidden. Hij gaf niet op. Opmerkelijk genoeg, dan kunnen we het terugvinden in het woord. Opmerkelijk genoeg was Jezus na dit gebed ook vol rust. Na dat moment in Gethsemane werd hij terechtgesteld, onterecht terechtgesteld, veroordeeld, gegezeld, bespot en onterecht geslagen. En toch was hij vol rust. Vol geloof, vol vertrouwen. Hij onderging alles en hij droeg alles. Lag het geheim misschien mede in dat gebed in Gethsemane? Had hij daar de kracht en de rust gevonden die hij nodig had? En is dat ook niet voor ons? Als we toch bidden, wanneer we het moeilijk hebben of onrustig, de kracht krijgen om rustig te worden. Om hem aan te roepen. Om tegen jezelf te zeggen van, ik wil mijn Heer loven, ik wil mijn God loven en prijzen. Ik weet wat hij gedaan heeft voor mij, ik weet wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hoe rot ik me ook voel. Maar hij is dat gevoel veel rotter gevoeld. Ondanks wat wij meemaken, u begrijpt het, verlies van dierbaren of andere moeilijke dingen. Het is niet leuk, het is verschrikkelijk. Dus het kan nooit tippen, en ik wil het niet beledigend zeggen, maar het kan nooit tippen, omdat Jezus heeft meegemaakt. Nog niet eens voor zichzelf, maar voor ons. Als we daaraan denken, dat wil niet zeggen dat we onze eigen problemen dan maar bagatelliseren. Nee, nee, dat is niet wat ik zeg. We zetten in de juiste verhoudingen neer. Als hij zoveel heeft, als hij zeg maar hier heeft geleden voor ons, zo erg, voor ons hè, hij heeft niks mee. Laat ik het zo zeggen, wij lijden omdat we misschien iets zelf hebben gedaan. Of wij lijden om iets wat we niet zelf in de hand hebben. Bijvoorbeeld een dierbare verliezen. Dan lijden we, dan hebben we echt verdriet. En dat moet er ook zijn. Maar er komt ook een tijd dat je tegen jezelf mag zeggen van, Heere God, wat heeft u gedaan voor mij? En deze schrijver laat duidelijk zien dat het hem helpt. En wij hebben in ons leven ook die ervaring, en ik persoonlijk ook, dat het inderdaad helpt. Om op te kijken naar God en zeggen, God, ik lijd, ik voel me zwaarmoedig, ik ben misschien wel depressief, hoe wilt u mij helpen? Helpt dat direct? Nou, bij mij niet altijd vroeg, maar ergens in de loop van de dag gaat het echt stukken beter. We kunnen ook blijven zitten. Sta op en bid. Stond er, dat hebben we net gelezen. Sta op en bid. Er staat niet blijf zitten en bid. Sta op. Ofwel, je moet iets doen. Soms moeilijk, maar deze schrijver deed het ook. Voor ons een voorbeeld. En wij moeten dat ook doen. In Gethsemane en Golgotha, daar bleek Jezus onze redder te zijn. Dat heeft hij allemaal voor ons. Om ons te redden. Wij hebben na Jezus Christus nog veel meer redenen om te zeggen tegen elkaar en tegen onszelf, vestig je hoop op hem, je redder. Verwacht alles van hem. God is degene die alles voor je over had om je te redden. God is degene die je ziet en na je omziet. En daarom hebben we alle reden om ons tegen onszelf te zeggen als het moeilijk is, God is degene van wie ik het moet verwachten. Niet van de mensen, niet van jezelf. Misschien wel door middel van hun, maar eerst naar God en dan via mensen. God zal je de mensen op je pad brengen die de juiste woorden kunnen zeggen of zullen zeggen. God is degene van wie ik het moet verwachten. God is degene die mij redt, die mij vrijmaakt, die mij uitkomst geeft. God is degene die mij ziet. God is degene die mij rust, kracht en moed kan geven om door de moeilijkheden heen te gaan. God is degene die mijn hart vervult. En God is degene wiens hart naar mij uitgaat. Als je dat tegen jezelf zegt, net als deze schrijver, dan kom je daar weer uit. Dan gaat het je helpen. Want wij zijn niet gemaakt om ons down te voelen. We zijn niet gemaakt
om depressief te doen. Wij zijn niet gemaakt om zwaarmoedig te zijn. Daar zijn we niet voor gemaakt. En als we dit weten, als we dit zien, dan geeft het juist moed om te bidden en te blijven bidden. Juist ook wanneer het moeilijk is. Nou, want als we dan kijken naar Matteüs 11, 28, daar staat het ook. En dat is een belofte waar we ons vast mogen houden. In Matteüs 11, 28, daar staat: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Er staat niet: kom tot mij, sommigen die vermoeid en belast zijt. Er staat: allen. Hoe zwaar je ook voelt, hoe zwaarmoedig je bent, hoe zwart de wereld er ook voor je uitziet, hoe depressief je ook bent. Hij zegt: kom tot mij. En ook hier staat weer een werkwoord, hè? Kom tot mij. Dan moet je voor mij lopen. Dan moet je iets doen. Dan moet je niet blijven zitten. Ik voel me al dagen zwaarmoedig, ik voel me al dagen belabberd, ik voel me al dagen, ik voel me al dagen dat. En als ik dan vraag van: wat heb je eraan gedaan? Ja, ik kan niks. Ja, je kan niks. Hoeveel boeken vertellen erover dat je iets moet doen? En dat je het wel kan. En ik zeg het tegen jullie, maar ik zeg het natuurlijk ook tegen mezelf, hè, dit. Sta op en bid. Ga naar Jezus toe. Want, zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En hij gaat meer geven dan alleen maar rust. Want hij geeft u ook een vrolijk hart. Hoe de omstandigheden ook zullen zijn. Rouw is er. Verdriet is er. En dat moet er ook zijn. Dat staat trouwens in Prediker dat het er moet zijn. Maar er is ook een tijd van vreugde. En hij geeft omstandigheden. En dat kan rouw zijn. Dat kan zijn dat iemand verliezen. Dat kan. Maar hij geeft ons omstandigheden om in te groeien. Om hem beter te leren kennen. Om jezelf beter te leren kennen. Om hem te gaan zoeken. En ik weet ook niet waarom sommige dingen in jullie levens gebeuren. En ik weet ook niet waarom dingen in mijn leven gebeuren. Ik weet het niet. En ook de Bijbel geeft er niet altijd alle antwoorden. Maar sterker nog, als je het gaat bidden, zal die waarschijnlijk ook daar geen antwoord op geven waarom die dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ik weet, niemand weet het. Maar wat we wel weten is: sta op en bid. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen.